Ja, dit hier is allemaal eten, voedsel. Een veld vol met mooie groene bladeren, zo ver als je kan kijken. Maar welk voedsel is het? Ja, het is zo'n 1000 jaar geleden vanuit het Perzische Rijk hier in Europa terechtgekomen. Daar heeft het zich langzaamaan verspreid. En de bijzondere groente heet... Espenage. Nou, tenminste, zo bijzonder is die groente nu ook niet meer. Sterker nog, het is een van de meest gegeten groentes in Nederland. Namelijk spinazie. Ja, dit hele veld wordt vandaag geoogst en klaargemaakt, zodat wij het het hele jaar door kunnen eten. Dus in 3 uur zitten al deze blaadjes straks in een pak diepvriespinazie. Ik ben op bezoek in Duitsland. Vlak over de grens van Nederland ligt Münsterland. En dit is echt de perfecte plek om spinazie te kweken. Waarom? Het klimaat is er prima. En de bodem. Kijk, de bodem is hier lekker zanderig. En daar houden die spinazieplantjes van. En worteltjes, ik zal ze er even bij pakken. Die kunnen gemakkelijk en snel een weg vinden door het zand, door de bodem, om uit te groeien. Nou, in het begin van het jaar worden deze zaadjes geplant met de zaaimachine. Keurig in rechte lijnen zo. En dan duurt het zo'n 6 weken voordat zo'n zaadje is uitgegroeid tot ja, een mooi plantje met verse blaadjes. Zoals deze. En dat betekent dat er in het voorjaar vanaf april dus al geoogst kan worden. En het mooie is dat zaaien en oogsten zo ja, de hele zomer door kan gaan tot september. Nou wordt die spinazie voor verschillende producten geoogst. Allereerst voor de bladspinazie. Nou, dat zijn deze blaadjes met nog korte steeltjes en die worden straks in zijn geheel ingevroren. Maar daarnaast heb je ook nog gehakte spinazie, bijvoorbeeld spinazie à la crème. En gehakte spinazie wordt ook wel chop genoemd. Kijk, daarbij mag er iets meer aan de steel zitten voor de smaak en de stevigheid. Dus die worden bewust een paar dagen later geoogst, zodat die steeltjes net even wat langer zijn. Bij het oogsten wordt de spinazie vlak boven de grond afgesneden. En dat is een hele kunst, want je mag de grond niet raken. Dan komt er namelijk te veel zand in de spinazie. De afgesneden spinazie gaat regelrecht de container in en dan gelijk door naar de fabriek. Want nogmaals, het doel is om hem binnen 3 uur in de diepvries te krijgen, zodat hij zijn vitamines bouwt en natuurlijk ook de smaak. Op naar de fabriek. En de spinazie is geoogst. Nou, hier gaat de lading zo naar boven. De fabriek in op weg naar de eerste stap en dat is het blowen. Er zijn daar ja, gigantische kasten met enorme luchtblazers die alle zand, takjes en steentjes uit de spinazie blazen. Nou, deze spinazie is helemaal schoongeblazen. Kijk, je ziet geen zand meer zitten, dus op naar de volgende stap, de wasserij. Nou, dan komt nu het schone gedeelte, vandaar dat ik even een schoon pak aan heb. De wasserij. Nou, hier bij de wasserij wordt de spinazie wel 5 keer gewassen. En het water hier wordt gerecycled. Nou, bij elke stap, dat zijn er 5, wordt het steeds ietsje schoner. Totdat er bij de allerlaatste stap uiteindelijk met kraakhelder water gespoeld wordt. Want kraakhelder water betekent natuurlijk ook kraakheldere spinazie. Nou, op naar de volgende stap. Na het wassen wordt de spinazie geblancheerd, zoals dat heet. Het gaat door een tunnel. Die zie je daar met kokend water en hete stoom om eventuele bacteriën te doden en de spinazie zo langer houdbaar te maken. Ja, hij is mooi geblancheerd, dus in principe is hij nu klaar om in te vissen. Tenminste, dat geldt dan voor deze, de bladspinazie. Maar ja, wij willen natuurlijk ook weten hoe de gehakte spinazie gemaakt wordt. En dus de spinazie à la crème. Dus dat wordt choppen. En dit is het chopcenter van de fabriek. Hierin zitten vlijmscherpe messen waarmee de spinazie in stukjes wordt gehakt. Gechopt dus eigenlijk. En dan gaat het via die buizen naar de volgende stap. Zo. Nou, dit hier is de gehakte spinazie. De chop. Dan heb je hier de room, de crème dus eigenlijk. Hè.
ruikt wel een beetje naar nootmuskaat. En als je dit dan samenvoegt, dan krijg je, zo simpel is het, spinazie à la crème. En dit hier is dan uiteindelijk de spinazie à la crème. Ik moet zeggen, het ruikt heerlijk, maar dit moet dan dus nog ingevroren worden. Nou, dat is weer een heel apart verhaal. Dat gaan we straks doen. Dat heet shock freezen. Nou, we hebben de spinazie à la crème hier helemaal kant en klaar. Maar nu moet die nog ingevroren worden. En dat is een hele belangrijke stap. Dat moet namelijk heel snel gebeuren. In 6 minuten moet de spinazie afgekoeld worden van 10 graden boven nul naar 18 graden onder nul. En dat proces noem je dus shock freeze. Waarom moet dat nou zo snel? Dat heeft te maken met kristalvorming. Zodra het water in die spinazie bevriest, ontstaan er namelijk kristallen. Nou, dat gebeurt grofweg tussen de 0 en de min 5 graden. Maar nu komt het. Hoe langzamer dat water bevriest, hoe groter die kristallen worden. En hoe groter de kristallen, hoe scherper en gemener de punten aan de uiteindes van de kristallen. En die grote, scherpe kristalpunten, die kunnen de cellen in die spinaziedeeltjes helemaal kapot maken. En als het dan vervolgens ontdooit, de spinazie, gaat de kwaliteit erop achteruit. Dus wat is dan de oplossing? Ervoor zorgen dat het moment van kristalvorming zo kort mogelijk duurt, zodat die kristallen heel klein blijven. En dat heet dus shock freezen. Hier in deze vriestunnel gebeurt dat shock freezen. De spinazie wordt neergelegd op een koelplaat, afgedekt met een deksel. En dan gaat hij dus deze tunnel in. Vervolgens wordt de plaat razendsnel gekoeld met deze vloeistof hier. En dan kan je denken, wat raar, dan zou die vloeistof toch ook moeten bevriezen als het zo koud is? Ja, maar in dit geval niet. Want dit hier is een hele speciale vloeistof, namelijk koelvloeistof. Ik kan het even demonstreren met deze speciale thermometer. Ik doe het erin. 31 graden onder nul is het. Koud genoeg dus om die platen met spinazie in rap tempo te laten bevriezen. De laag bevroren spinazie wordt in dit soort blokjes gehakt. Je kan het ook horen, tjak, 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 tjak. En die blokjes gaan dan bevroren en al zo naar de inpakafdeling, waar het dan zo behoorlijk koud is. Heel automatisch verdwijnt de spinazie via deze monorail uit beeld op naar het grote vrieshuis. Ah, nou, het is hier echt gigantisch. Overal zo ver als je kan kijken. Spinazie in deze reuzenvriezer van min 24 graden. En heel even kijken of het gelukt is. Ja, in 3 uur staat de spinazie op zijn plek. Nou, het mogen duidelijk zijn. Spinazie in overvloed. Eet smakelijk. Koud wel. Oeh.